Een simpel relatiegeschenk, zoals een pen of sleutelhanger, heeft een grotere impact dan je denkt. Want wist je dat je hiermee maar liefst een 2 keer zo hoge naamsbekendheid kunt bereiken dan met gewone reclame? We praten met Arno van Helden, werkzaam bij de relatiegeschenkenleverancier van Helden Relatiegeschenken. De impact van relatiegeschenken is naar mijn mening erg groot. Het is namelijk als volgt, degene die een relatiegeschenk ontvangt, creëert namelijk altijd een bepaald gevoel bij degene van wie hij of zij het relatiegeschenk heeft gekregen. En als je daarbij meeneemt dat 60% van alle ontvangers van een relatiegeschenk uiteindelijk een goed gevoel of een positief gevoel overhoudt bij de gever van het relatiegeschenk, dan is dat naar mijn idee veel. De impact van relatiegeschenken wordt pas groot als we in staat zijn om op het juiste moment het juiste geschenk aan de juiste doelgroep te geven. Op het moment dat we dat voor elkaar krijgen, dan zal het relatiegeschenk lang bewaard blijven. Als er dan ook nog een functie aan zit, zal men het relatiegeschenk regelmatig gaan gebruiken. En als het regelmatig gebruikt wordt, zal het logo of de bedrijfsnaam regelmatig in beeld verschijnen. Natuurlijk staat het ook gewoon vriendelijk om iets weg te geven aan relaties of medewerkers. Maar een relatiegeschenk bedrukt met jouw logo of boodschap is veel meer dan een cadeautje. Het levert meerwaarde bij de positionering van je naam of merk en het versterkt je imago. Een goed voorbeeld van een relatiegeschenk wat de naam onder de aandacht brengt is een balpen. We hebben allemaal wel eens de behoefte of de neiging om gauw even een notitie te maken. En als die notitie gemaakt is, dan blijft die balpen op de tafel of op het bureau liggen. Op het moment dat die balpen daar ligt, hebben we allemaal de behoefte om wel eens te kijken van hoe ziet die pen eruit, ermee te spelen of te kijken welke naam erop bedrukt staat. Op het moment dat je dan realiseert dat een balpen gemiddeld 7 keer van eigenaar verwisselt, dan kunt u zich voorstellen dat een balpen een enorm bereik heeft en bij ontzettend veel verschillende mensen onder de aandacht komt. Mijn tip is, denk goed na waar u uw kostbare marketing-euro's aan besteedt en zorg dat u opvalt, zodat deze euro's geen uitgave worden, maar een investering.